La 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 la. Hallo mensen, welkom dat jullie invallen bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. We spelen Rollercoaster Tycoon 1 mappen in Rollercoaster Tycoon 2. En we gaan de logflume bouwen. Ik zie dat deze achtbaan helemaal vol zit. En wij racen ook door naar het intro. Okay, people, let's go to work. Nou, zoals je ziet is het, het is best wel een compact pretpark. Je ziet dat ik wel weer heb geprofiteerd van de achtbaan, omdat die gewoon het meeste geld opleveren. Ik zeg eerlijk, die spookhuizen en zo, dat levert niks op. Maar je hebt het gewoon nodig voor aankleding van je park. En je hebt het nodig omdat het gewoon... Ja, een spookhuis moet niet ontbreken voor een themapark. Is gewoon zo. Nou, we zitten in jaar 3. Dus het laatste jaar dat we deze map spelen. En we zouden eigenlijk dit volbouwen, maar dat hebben we niet gedaan. Maar ik wou hier ook nog een hele vette achtbaan maken. En dat is er ook niet van gekomen. Omdat we namelijk gaan werken aan de nieuwe attractie. Dat is de Vlogflume. En de Vlogflume is de waterattractie. En we gaan een eigen baan maken. Ik ga even kijken waar ik die ga plaatsen. Ik heb weinig plek om hem aan te meren. Maar ik zou hem hier kunnen neerzetten. En ik zou gewoon een simpele baan kunnen maken. Gewoon een simpel baantje. Heel compact, ik weet het. Ik snap niet waarom ik hem hier maak. En wie heeft die lantaarnpalen gesloopt hier? Damn it. Ik maak hem gewoon hier overheen hoor, ik vind het goed. Je zal dadelijk zien wat ik net heb neergezet. Ik weet dat het niet echt de meest mooie logvolume is. Ik weet het. Maar altijd nog beter dan je moeder. Nee, dat is flauw. Even kijken. Het is echt de meest lelijke layout die ik heb gemaakt. Ik denk wel de meest leuke compacte achtbaan. Of layout die ik heb gemaakt. En mensen zitten ook spontaan te kijken hoe ik dat aan het bouwen ben. Ik fix ook gelijk de lantaarnpalen. En ik huur gelijk een monteur in. Of een monteur. Die kan er niet veel aan doen. Een bewakertje. Want ik vind... ja. Hier, er worden ook nog meer bankjes gesloopt. Hier moet je kijken. Ongelooflijk. Wat een bankenracist ook in mijn park. Moet je kijken. Ze lopen gewoon de prullenbak hier. Nou ja, gewoon uit verveling hoor. En dan plaats je zulke leuke attracties. En dan wordt het nog, wordt alles gesloopt. Echt waar. Nog meer gesloopt dan vorige keer hoor. Echt nog meer gesloopt. Dus ik huur gewoon nog een extra mannetje in. Ik heb toch genoeg geld. Geld speelt geen rol, mensen. En ik huur nog een mechanic in en nog een handyman. Zo. Dan moet je al die venstertjes sluiten. Oh, spontaan opende ik ook veel meer. Ja, dit is dus wat ik zei. De Logflume is niet echt de meest mooie layout van de wereld. Maar het is wel een compacte. En je ziet ook heel veel mensen ook kijken daarnaar van... Oh, er wordt een nieuwe Logflume gebouwd. Kom, we gaan er snel in. Maar dat kan nog niet, want hij is nog niet open. Shit, weet je wel. Damn it. Ik verwijder dit pad trouwens ook gelijk. Want hij lag vol met kots. Zag je hoe tactisch ik dat neer heb gezet, die uitgang? Oh, moet ik die mensen van hun plek afhalen? Nou, mooi niet. Die mensen zaten mooi in een bankje. En ik vind het zonde om dan die... Ja, die mensen weg te halen daar. 16 boten is echt te veel voor deze attractie. Ik denk dat er 9 of 10 zijn er wel genoeg. Ik denk 9 zelfs. Open. Het zijn er gewoon al bijna te veel. Nou, de Logflume is... Een euro of 3,50. Ik wil er niet meer van maken, omdat het niet echt veel meer waard is. Maar het is gewoon logvolume. Kijk, oh, ze gaan weer heel snel achter elkaar. Wacht even. Moment. Dit is echt te veel. Open. En ze moeten wachten elke 6 seconden. Dat is wel redelijk.
En in de Ferris wheel gaat ook niemand. Echt waar, omdat ik hem 20 cent duurder heb gemaakt. Mensen zijn echt zeurig hoor. Echt zeurig. Ik noem deze natuurlijk ook de Lochflume. Lochflumke. De Lochflumke. Ik denk nog stoer deze. Zo. Nou, de Lochflumke zit al wat mensen in. Hij wordt al lekker bezocht, zie ik. En er loopt een parkwachter rond daar. Dus probeer nou maar nog een keer die lantaarnpaal te slopen of ik hak je kop eraf. Ik ga hier nog wat dingetjes plaatsen. Ik plaats hier ook maar even voor de extra tijd een wc'tje, want je weet het hè. We hebben altijd van die kotsers in ons park. En ik heb geen zin om al die troep elke keer op te ruimen. Volgens mij staat die te hoog. Ik moet hem even opnieuw bouwen. Weet zeker. En ik ben benieuwd, want ik denk dat we wel een nieuwe attractie hebben gekregen in de ontwikkeling. En ik ga eens kijken welke dat is. Ik heb gewoon het gevoel, ik weet niet zeker. Nee, Lochflume is de nieuwste. We gaan kijken wat er aankomt. Completing Design. De Steeple Chase. Het zegt me helemaal niks. Maar het is een rollercoaster. Nou, het ziet er leuk uit, het park. Ik weet dat er nog weinig... Oh, wat is dit dan voor iets? Oh, dat zijn de ponies. De achtbaan, de ponies. Oh, die ziet er al heel fantastisch uit, deze layout. Ik wil die eigenlijk meteen plaatsen. Waar kan het? Hier zo kan het. Ik wil hem ook gelijk plaatsen. Ik heb zoiets van... YOLO. We hebben altijd zoiets van YOLO. YOLO is goed. Zo. En deze moet aansluiten met het pad daar. En hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Aangezien alles vol is gebouwd hier. Let me look. I try something else. And I hope this will work. Potverdorie. Potverdorie. Wat is hier aan de hand? Oh, ik moet hem eronder door laten. Wacht even. Ik zal gelijk het nadeel van Rollercoaster Tycoon vertellen. Je kan soms zowat niks zien. Ik weet dat ik echt heel erg aan het rommelen ben, maar het heeft wel een leuk pad gevormd zo. Want dan kan je ook nog eens wat zien. Ik ga hem gelijk openen. We maken gelijk 4 euro van. 4,50. 5 euro. Ja. En het zijn 5 karretjes. Nou, wie wil er nou niet deze ponies? Ik plaats gelijk wat bankjes zo. Dat mensen kunnen zitten. Dat ze een mooi uitzicht hebben. Ik plaats nog wat lantaarnpaaltjes. Huppakee. En ik plaats een klein prullenbakje zo. Maar dat zijn dus de ponyparkjes. Ponyparks, lag haren. Dat zijn ponies en dat is een soort achtbaan. Je zit dan vast met je voeten op de beugels. En je gaat dan met een paardje ga je dan dat traject langs. En het ziet er best leuk uit, die achtbaan. Het ziet echt heel leuk uit. En een lekker vaartje ook. Hij gaat best wel hard door de bochten, vind ik zelf wel persoonlijk. En volgens mij wordt hij 2 keer omhoog getakeld, joh. En op het einde ook die details hier. Ik weet niet of jullie het zien, maar hier op het einde hebben ze een soort van pony traject gemaakt. Dat je over, ja, ik laat het wel even zien, want het is wel echt detailvol. Dit is echt door de makers zelf gemaakt. Dat hij over heggetjes heen springt. Dat paardje, dat is zo leuk gedaan. Het is ook echt een horse, het is ook echt een paardentrek, zeg maar. Echt heel gaaf gedaan. En mensen bezoeken deze attractie niet. En waarom niet? Omdat er nog geen testresultaten zijn. En nu wel, dus waarschijnlijk nu. Ja, kijk, daar gaan ze. En iedereen stormt ineens massaal naar deze plek toe. En we kunnen hier ook weer wat bouwen. Wacht even op een nieuwe attractie. Nou, mijn pijl is op groen. En groen betekent altijd goed. Ik kan mijn lening denk ik ook wel inmiddels terugbetalen. Heb ik dat al nog niet gedaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat is meteen wat ik als eerste ga doen. Heel de lening terugbetalen. Ik sta wel in de min, dat is al een nadeel. Maar ik heb wel al mijn leningen terugbetaald.
Er wordt een nieuwe achtbaan ontwikkeld, de 7e van juli. Nou, het is nu juni, dus we moeten nog even een weekje wachten. Twee weekjes. Ik ga het wat opvullen met natuur. Het park moet wel een beetje mooi zijn. Ik kan niet zomaar attracties plaatsen en dat is het. Zo, ik laat zien al mijn mooie lieve boompjes plaats ik hier natuurlijk tussen. Wat dachten jullie nou? Ik ga die scheidbomen weghalen. Huppakee. Ik ga niet heel het park afzetten wat ik eerst deed. Dat is echt heel veel moeite. Ik doe liever eerst even grof de natuur. Zo. Dat het een beetje opvullen. Hier komt toch niks, dus hier plaats ik wat boompjes. Ik vind dat we wel een dollartje of 2000 mogen besteden aan de natuur. Hier ook een paar. En heel de rij staat vol voor die pony attractie. Ik denk dat het een beetje overeenkomt met de gaybaan. Dit is eigenlijk een beetje de gaybaan 2. Ik ga het hem niet noemen. Maar ik vind wel dat dit bijna de gaybaan 2 kan worden. Niks tegen homo's, maar het is gewoon de homobaan. Zo. 10 cent om te betalen voor de wc. Ik ga dat ook gewoon gratis maken. Moet je kijken wat ik verdien. Huppakee, 10 cent, we maken het gratis. Nou, de rapids die stromen ook wel aardig. Heel die attractie zit vol, maar de baan staat niet vol. Of de wachtrij. Dat is een voordeel, want dat betekent dat er elke keer iemand binnen kan komen. Binnen kan stromen. De achtbaan gaat ook wel lekker, denk ik. Ze kunnen niet betalen. Ja, vind je het gek als je het geld uit heeft aan dure attracties. Dan moet je maar lekker in de draaimolen gaan. Die is een euro. Nou ja, dat weten de mensen ook. Die staan ook volop in de rij. En ook de Ferris wheel staat nu een rij voor. Dat is mooi. Alleen de bootjes, de roeibootjes niet zo. Dus ik maak hem 1,20. En dat geldt voor de Twister. Die vind ik ook wat minder gaan. Eurootje. Zo doe je dat. En de Swans. Die maken we 1,20 ook. Dolf. Wordt die ook goed bezocht? Hoeveel bezoekers hebben we inmiddels gekregen? 70 bezoekers. Nou, dat is wel aardig. Ik maak hem 1,20 ook. Mooie prijs voor een attractie. De stoomlocomotief scoort ook helemaal niks meer. Ik maak er een eurootje van. Het zijn gewoon een beetje de saaie attracties, weet je wel. Spokers ook. Staat geen wachtrij voor. Dat komt gewoon. Maak een eurootje ervan. Maar er zijn ook alweer 1000 bezoekers bij geweest. En de achtbaan, nou die gaan gewoon keihard. Die staat gewoon lekker vol. Ik weet niet of het 2 volle karren zijn. Ja, 2 volle karren. Dat gaat lekker. En die pony, oh, de ponybaan staat helemaal vol. Superleuk. Ik kan niet wachten op de nieuwe achtbaan. Die komt namelijk 7e geloof ik. En dat is er bijna nog 2 daagjes. Ik denk dat ik gelijk een achtbaan zelf bouwen. Dat is ook wel leuk, denk ik. Voor de afwisseling. Laat me komen. Nog 1 dag. We hebben trouwens de 1e juli hebben we een prijs gewonnen. Voor het beste park met de beste toiletten. Nou, die heb ik vaker gehad. Ik geloof in de aflevering 2 of 3 of zo. Toen kreeg ik dat ook. Niet zo bijzonder. Nou ja, het is wel leuk als je een prijs krijgt op zich. Ik zie trouwens kot staan. Maar dat gaan we niet doen. We gaan de achtbaan maken. Wat is het voor achtbaan? Is het serieus? Motorbike races? Is het dezelfde als deze, maar dan met motors? Moet ik dan nog een gaybaan maken? Nee, Vincent, we gaan niet nog een gaybaan maken. Ik ga gewoon... Ja, ik wil die hangende achtbaan ook wel weer doen, maar die is best saai. Oké, ik maak hem. Gewoon omdat sommige mensen waarschijnlijk niet saai vinden, maar ik wel. Dan heb ik zoiets van, nou ja, ik doe het gewoon voor degene die hem niet saai vinden, maak ik een hangachtbaan. Nou, het is een beetje... improvisatie, hè? Ik ben heel erg stil, ik weet het, sorry. Ik ben echt heel erg lekker, nou niet concentreren, maar ik wil altijd dat hij leuk wordt, deze achtbaan. Een beetje met, gewoon een beetje verzorgd zijn. Dat vind ik belangrijk, een beetje verzorgd. Mag wel toch?
Waarom doet hij die niet? Potverdorie. Gaat hij dit wel doen? Right down? Ja, maar tot hoever? Ja, dit daalt hij weer niet. Potverdorie! Potverdorie! Ik hoop dat dit wel een beetje een leuke coaster wordt. Het ziet er wel leuk uit ofzo. Ik vind van wel. YOLO. Gaat hij dit niet redden? Potverdorie. We gaan weer heel veel geld besteden aan het... Oh, mijn geld is bijna op. Nou ja, bijna op. In ieder geval, we hebben aardig wat geld besteed nu aan, aan andere dingetjes. Oh, het einde is altijd kut, ik weet het. Ik maak het soms moeilijker dan het moet zijn, zeg maar. Ik wil hem heel graag zo die bocht maken, maar... Oké, YOLO! Dan maar niet. Dan verziek je het maar voor de rest. Hoe gaan we dit doen? Bochtje naar rechts. Nee, links, sorry. Links. Zo. En dan hier de remmen. Block brakes. Nee, gewoon brakes. Het is gelukt. Ik heb even me stilgehouden, want ik was even lekker aan bezig. Ik wil altijd lekker even op mijn gemakje bouwen, weet je wel. Even rustig. En dat is hopelijk nu gelukt. Het is niet echt de beste layout. Ik wil eerst gaan testen, want we kunnen nou de swing... Oh, we kunnen ook vliegtuigjes. Nou, dat ziet er nog een keer uit. Dat wil ik het liefst doen. Ik maak hem wel gelijk... wel gelijk 6,50. Ik weet dat het niet echt mijn favoriete attractie zal worden. En waarom maar één trein? Dat is echt bezopen weinig. Ik wil twee treinen. Kijk, huppakee. Dat heeft veel meer passagiers. Nou, we gaan hem nu testen. Ik ga eens kijken. Ik zal hem lekker langzaam naar boven laten takelen met de lift heel. En ik volg trein 1. Zo, kijk. Ik denk niet dat die speed zal afnemen. Alhoewel. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij wel een heerlijke vaart krijgt, deze achtbaan. Ik vind het einde wel leuk hoor, zo. Ik kom vooral door die bomen. Kijk, hier heeft hij al best wel lekkere speed, hoor. Lekkere bocht, zo. Dan ga je naar beneden. Huppakee. Oh, die gaat best wel hard, deze. Maar dat is ook de bedoeling, hè? Het is een achtbaan. Oh, nu gaat hij best wel wat harder. Wow. Hij gaat echt wel hard, hoor, deze. Maar ik denk dat hij best wel te doen is. Ik denk dat... Ik denk dat hij wel te doen is. Ik ga een pad maken. Zo. En het testresult zijn... Oh, hi, hi, hi. Oké, het zijn alle drie de hi. Dus ik denk dat die stoere mensen best wel wat erin willen. En daar komen ze al hoor. De bezoekers gaan er al in. Nou, mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we kijken. Want wat hebben we nou nog meer voor dingetjes? Even kijken. Een wilde muis achtbaan krijgen de volgende keer. Dat wordt gaaf. Tot de volgende aflevering. Doei!